ook iedere dag de Heer danken voor het goede lichaam wat we nog hebben. Want we worden allemaal toch allemaal een beetje ouder. Akkoord. We hebben 1 jaar in ons midden, hè. Dat is, waar heet ze? Rodé, is ze niet hier? Oh. Ja, namens de hele gemeente. En het kind gaat een fijne nieuwe tijd tegemoet. Dit jaar, ze gaat naar een middelbare school. Ja, ik weet dat dat kind goed voorbereid is bij jullie. Maar het zal toch een grote stap worden voor haar. Ja, als ze, wij zeggen hier eens, losgelaten wordt in het wilde hier. Ja, maar ze heeft voeding en opvoeding in het geloof meer als genoeg gehad. Zij zal zich wel redden daarin. Dat vind ik wel zeer van haar, maar ook voor die kinderen. We gaan een drietal liederen zingen. Nog een weinig. Oh ja, ik heb ze toch niet. Of een tweetal liederen. Het eerste lied is 150. Laatste lied zingen we, 183.
als je voorgaan in de samenkomst. Goedemorgen allemaal. Ook hartelijk welkom aan de familie Pervijs. Ik wil u ook namens de kerkenraad van harte de zegen van God, de nabijheid van God toewensen voor 2016. In voor- en tegenspoed de nabijheid van God, dat we dat mogen ervaren. Zullen ook in 2016 denk ik niet bespaard worden voor moeilijke dingen, maar dat we dan juist ook dan mogen ervaren dat de God een levende God is. Dat wens ik jullie echt van harte toe. We zullen ook deze morgen beginnen om uit te spreken dat we onze hulp en onze verwachting ook van God verwachten voor 2016. En ik wil dat doen vanmorgen met de woorden van Psalm 121. Zullen we ons hoofd buigen en onze hulp en verwachting uitspreken. Ook voor het jaar 2016 slaan we onze ogen op naar God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal onze voet niet laten wankelen, want hij is onze bewaarder en hij zal niet sluimeren nog slapen. De bewaarder van Israël is ook in dit nieuwe jaar de schaduw aan onze rechterhand. En de Heere zal onze ziel bewaren voor alle kwaad. De Heere zal voor ons uitgaan en onze ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Willem-Alexander die zei in zijn kersttoespraak dat het een spannend jaar is en dat ook Nederland in spannende tijden leeft. Hij zegt, veel mensen maken zich zorgen in Nederland over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten. En hij noemde verder allerlei woorden als ongerustheid, gebeurtenissen die ons overvallen, angst die we niet weg kunnen stoppen. Dus hij, zijn hele toespraak zat daar ook wel woorden daarin, dat van angst, van eigenlijk dat het moeilijk gaat worden. Ik weet niet hoe u de drempel bent overgegaan naar het nieuwe jaar, maar het mooie en het bijzondere is, dat we, daarom zijn we hier ook vanmorgen, om het jaar ook aan God op te dragen. En we gaan dat ook zingend doen, met het lied Wat de toekomst brengen mogen. He, want we weten niet wat de toekomst, wat 2016 voor ons persoonlijk gaat brengen. Maar het is heerlijk om te weten dat we onze zwakke hand in zijn sterke hand mogen leggen. En dat we het ook mogen uitzingen. 336, wat de toekomst brengen mogen. We doen het op een iets andere wijze, maar ik denk dat u die ook wel kent. 336.
ja, zonder die hand van die vader, die trouwe hand, zouden we niet de toekomst in durven stappen. Maar met hem hebben we veel vertrouwen. We gaan ook vanmorgen lezen uit de Bijbel uiteraard. En dat doen we vanuit Lucas 10. Dat is ook het gedeelte waar we straks over gaan hebben. Lucas 10 en Lucas 11. Lucas 10, daar gaat het eerst een stukje over Maria en Martha. Het leek me goed om dat er ook bij te lezen, allereerst voor mezelf. Ik herken me veel in Martha, die vaak druk bezig is met van alles en nog wat. En maar weinig in Maria, die aan de voeten van Jezus zat en naar hem luisterde. Dus het gaat over dat stukje daarvoor en het leek me goed om dat ook voor onszelf erbij te lezen. Lucas 10, vanaf vers 38. Het gebeurde nu, toen zij onderweg waren, dat Jezus in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Jezus in haar huis. En ze had ook een zus, die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Op zich allemaal goede dingen wat ze aan het doen was, maar ze was te druk. Nadat ze erbij was gekomen staan, zei ze: Heer, trekt u zich niet aan dat mijn zus mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over heel veel dingen. Maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Dan gaan we verder in hoofdstuk 11. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan vers 9. En ik zeg u, dat zijn de woorden van God vanmorgen voor u. En ik zeg u: bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u worden opengedaan. Vers 13. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover wil ik lezen. En straks zullen we vooral ook gaan kijken naar het Onze Vader. Vanaf vers 2 tot en met vers 4. Maar we gaan eerst met elkaar bidden, ook om een gezegende dienst. Almachtige en eeuwige Vader, we danken u dat we u mogen aanspreken als een vader. Daar gaan we het vanmorgen ook over hebben, dat u een vader bent voor ons, ook voor het nieuwe jaar. En we mogen ons als kinderen van u overgeven aan de wijsheid en de almacht van onze Vader. U weet wat goed is voor ons, ook voor het komende jaar. En u heeft daarin ook zoveel in uw woord gezegd wat goed is voor ons. Zoals ook die geschiedenis van Martha en Maria. En u bent een vader, vol van genade. En u bent geduldig, ook met Martha-christenen, die altijd maar druk bezig zijn. U bent geduldig ook voor het komende jaar om ons elke keer weer in de diensten te bemoedigen, te versterken, soms ook te vermanen. Heer, en we bidden dat u zo ook dit jaar aan ons verder zal gaan werken. Dat u ons gaat slijpen en gaat schaven, zodat we meer gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Heer, dan willen wij ook echt speciaal bidden voor onze gemeente, dat we meer op u, echte gemeente, zoals u het in uw woord hebt bedoeld, dat we daarop mogen gaan lijken. Heer, wij stappen een nieuw jaar in. En ja, de wereld om ons heen is onrustig. Eigenlijk al vanaf het paradijs is dat zo, dat het onrustig is en dat er veel geweld is op aarde. Maar we mogen ook weten, met gesloten ogen, met biddende handen, mogen wij zo de nieuwe toekomst instappen. Ook met u samen. Heer, wat een voorrecht dat wij met u het jaar mogen ingaan.
Dat we niet in ons eentje het jaar door hoeven te gaan, maar dat we met een Vader en een Zoon en een Heilige Geest mogen gaan. En we bidden voor een ieder van ons, zoals we hier zitten, maar ook de gemeenteleden die er niet zijn. O Vader, wilt u uw liefde laten ervaren, ook in dit komende jaar. O Zoon, wilt u ons aan uw beeld gelijkvormig maken. En o Heilige Geest, wilt u ons uw troost, uw nabijheid geven. Heer, dat bidden wij ook voor deze dienst. Wilt u ons kracht geven, als we misschien moe zijn na gisteren, na vannacht. Wilt u ons concentratie geven. En wilt u vooral een open hart geven. Dat we zullen luisteren naar de woorden die u tot ons te zeggen hebt deze morgen. Heer, ik wil u bidden om een zegen, ook voor een heel klein meisje, Juliene, de kleindochter van Betsy, die opgenomen is in het ziekenhuis voor hersenvliesontsteking. O machtige God, voor dit gezinnetje begint het jaar heel anders. Zij zullen hun hart vasthouden. En we bidden, o Vader, dat u ook daar Juliene zal zegenen. Dat u zich over haar zult ontfermen in het ziekenhuis. Dat de hersenvliesontsteking haar niet zal aantasten, maar dat de uw genezende hand op dat kindje gelegd wordt. Heer, dat we mogen ervaren dat u ook een hoorder bent van het gebed. Ook voor het nageslacht ook van Betsy. Heer, we bidden zo voor haar en voor de ouders van dat kindje. In Jezus' naam. Amen. Ik had eigenlijk het plan om voor het kindermoment de kinderen even naar voren te roepen. Nu zijn het er niet zo heel veel vanmorgen. Maar het is denk ik toch goed dat jullie eigenlijk een soort representatief zijn voor de rest van de kinderen. En dat jullie hiervoor in de gemeente zouden willen gaan staan. En dat leek me heel mooi om ook de kinderen een zegen mee te geven. En voor hen de zegen eigenlijk met elkaar te bidden en te zingen. Dat is het lied Zegen onze Heer. Ik moet even kijken welk. Oh nee, dat heb ik hier op de beamer. Ja. Hij staat hier op de beamer straks. Dus dan gaan we het vanaf de beamer zingen. Maar ik wil eerst even de kinderen naar voren uitnodigen. Diegenen die er zijn. Kom maar even hiervoor staan. Want we zien daar allemaal plaatjes op de scherm. Mag ik even de. Nou, ze horen het wel. Want het is niet zo'n hele grote groep. Mijn vraag is eigenlijk aan jullie. Hoe zien jullie het jaar 2016 tegemoet? Hoe kijken jullie nou van, nou, het zal zus of zo een jaar worden, Joas. Hoe zie jij dat tegemoet? Of heb je daar nog niet over nagedacht? Wat denk je dat er allemaal gaat gebeuren in 2016? Dat weet je niet. Zie je met veel vertrouwen, veel verwachting de toekomst tegemoet? Of denk je van, nou, het kan best wel spannend worden in de wereld. Hoe het allemaal gaat. En waar denk je dan aan? De oorlog, ja, met Syrië bijvoorbeeld. Rosa, heb jij veel zin in 2016? Ja. Ja, waarom? Omdat je wordt een jaar ouder. Je wordt weer een jaar ouder, precies. Maak je je zorgen over 2016? Een beetje. En waar maak je dan bijvoorbeeld zorgen om? Dat er meer oorlog komt. Dat er nog meer oorlog komt, nog meer vluchtelingen, ja. En Manik, heb jij zin in het nieuwe jaar? Ja? Ja. En dan moet je dus op die plaatjes kijken, want dan zien we eigenlijk vier plaatjes in de hoeken. En dat heeft ook met het nieuwe jaar te maken. En we hebben eigenlijk vier situaties uitgekozen, wat er allemaal zou kunnen gebeuren en waar je eigenlijk de zegen van de Heere God voor nodig hebt. Maar eerst even, we gaan eerst even naar die plaatjes kijken. Wat zien jullie daar helemaal in het hoekje links, Manik? Dat jongetje wat daar zit. Wat is daar met dat jongetje aan de hand? Oorlog. Precies, die heeft oorlog meegemaakt. En er zijn heel veel kinderen, die zijn net zo oud als jullie. En die zijn inderdaad op de vlucht. En ja, heel veel mensen denken, misschien 2016 wordt dat nog erger. En ja, ook die kinderen, maar ook de grote mensen hebben natuurlijk de zegen van de Heere God echt nodig. De nabijheid van God. Nou, daar rechts, wat is daar mee aan de hand? Iemand is ziek. Iemand is ziek. Ook dat weten we niet. Of dat we in 2016, dat jullie ziek worden. Dat maken we allemaal mee. Dat de kinderen ook ziek kunnen worden. En daarom hebben we ook de zegen van God nodig. Nou, daaronderin, daar moet jullie ook wel bekend voorkomen. Bidden.
Net daar onderin links. Oh, die. Allemaal kinderen. Ja. Die gaan elke dag op en neer naar school met een busje. Nou, dat is best. Daar heb ik me over verbaasd. Hoeveel keer dat je wel niet per dag reist in een busje op de auto. Hoeveel ongelukken er wel niet kunnen gebeuren onderweg. Nou, ook daar hebben we de zegen van God voor nodig. Dat jullie het komende jaar weer allemaal veilig op de Benjamin school aankomen. En dat er niet een ongeluk gebeurt. Dus daar hebben we ook echt de zegen voor nodig. En het laatste plaatje. Waarom heb je, wat heeft dat met de toekomst te maken? Manik, dat plaatje met dat meisje met die handen en die Bijbel. Wat doet dat meisje? Bidden. Bidden, ja. En dat hoop ik ook voor jullie in 2016. Dat jullie op de kinderclub, op de zondagschool, maar ook thuis, dat jullie allemaal daar ook echt aan denken voor het komende jaar. Daar gaan de grote mensen ook echt aan denken. Dat ze veel bidden, veel Bijbel lezen, veel aan de Heere God denken. Hè, want spelletjes doen en computeren en al dat soort dingen is allemaal geweldig leuk. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je de Heere God zoekt en dat je Hem ook vindt. En dat je ook echt gaat bidden voor de gemeente, voor elkaar. En dat er ook in 2016 echt wonderen gaan gebeuren, ook in onze gezinnen. Nou, dan zien jullie op de achtergrond, Manik, ook een plaatje, een heel groot plaatje. Wat is dat? Wat is dat met in het midden van het plaatje, Rosa? Jezus. Jezus die de kinderen zegende. En dat heeft hij speciaal gedaan. Hij heeft niet de oude mensen dat speciaal, staat er niet van in de Bijbel. Het zal best zijn dat hij dat heeft gedaan. Maar hij heeft echt de kinderen bij zich geroepen en hij heeft ze gezegend. Nou, en wij gaan dat ook doen voor jullie. Wij gaan een lied zingen, wat we hier kunnen zingen. Maar dat is wel ook in het boekje staat hij. En dan denken wij ook aan al die andere kinderen, aan Judith en aan Jasper en aan Viola die er niet is. En dan zingen we voor hen dit lied. Dus dan mogen jullie even met je gezicht naar de gemeente staan. En willen jullie misschien gaan staan ook voor hen. En we denken dus ook aan al die andere kinderen op de kinderclub, van de kinderclub Hebbes, die er ook niet bij zijn. En laten we echt als een gebed ook hen de zegen meegeven. Natuurlijk denken wij ook aan onze kinderen die thuis zijn, die al wat ouder zijn. Er zijn ook hier van in onze gemeente, die hebben hele oude kinderen, die de Heren nog niet kennen of die niet met hem leven. Daar hebben we natuurlijk ook voor hen gebeden en gezongen. Goed, we gaan nu ook met elkaar nog één gezamenlijk lied zingen. Ook tijdens dat lied zal er een collecte zijn. 1 of 2, Johan, weet jij dat? Wat zei je? 1 voor de diaconie, voor de mensen in, met financiële problemen of met zorgen. 1 collecte zullen we dus zingen. En dan tijdens dat zingen, of tijdens het collecte gaan we zingen, van u zijn alle dingen. Ik wil even kijken welk nummer dat is.
163. 163. En daarin gaat het ook over het gebed. En ook over het verwachten van God. 163. Van u zijn alle dingen, van u, o God en Heer, van u de zegeningen die wij ook aan het begin van het jaar biddende begeren. En het leek me goed om 1, 2, 4 en 5 met elkaar te zingen. 1, 2, 4 en 5. Nou, ik denk dat jullie wel gezien hebben dat er op de katheder een nieuw jaarthema wordt aangekondigd. We hebben in eerdere jaren wel eens nagedacht over de Heilige Geest. En afgelopen jaar 2015 over wat het is om de Heer Jezus te volgen. Dus het leek ons goed om ook in dit jaar meer na te denken over de Vader. God de Vader. En nou, dan leek mij het ook mooi om ook aan het begin van het jaar heel specifiek ook na te denken over het Onze Vader. Daar ben ik, in mijn gedachten werd ik daar telkens bij bepaald. En nou, dat Onze Vader kennen we allemaal. Dat is een ontzettend mooi gebed. Dat zullen we straks ook zien, de inhoud van dat gebed. Maar ik wilde het vanmorgen eigenlijk vooral ook toepassen op onze gemeente. Dus dat je het Onze Vader zo leest, dat je het bidt voor onze gemeente. Ook voor het komende jaar. En ja, het is natuurlijk niet de bedoeling bij het Onze Vader, hè, zoals ook wel eens bij de bepaalde traditie gebeurt, dat het gewoon als een soort mantra wordt opgezegd. Achter elkaar wordt het Onze Vader opgezegd.
wel 40, 50 keer achter elkaar, of ik weet niet hoeveel keer, maar zonder dat je erbij nadenkt wat je precies bidt. En dat is natuurlijk nooit zo bedoeld, het Onze Vader. Het is stuk voor stuk, zullen we ook zien, elk gebed, hè, want eigenlijk is het een gebed met allemaal losse beden, zul je zien dat het zo rijk is aan inhoud en zo prachtig is aan, aan diepte. En ik zei al, het zijn eigenlijk losse gebeden en ik denk persoonlijk ook dat het eigenlijk Gods prioriteiten zijn. Dat zullen we straks ook zien. Wat is nou belangrijk voor 2016 voor onze gemeente? Nou, dat kunnen we eigenlijk zien in het Onze Vader. Dat zal ik straks ook uitleggen. Maar eerst even iets over het Onze Vader op zich. De Heer Jezus die heeft dus zijn discipelen een gebed aangeleerd. En daarbij heeft hij aangeleerd om God, de Almachtige, aan te spreken als Onze Vader. En dat is eigenlijk al heel bijzonder om daar even bij stil te staan. Want de Heer Jezus die kwam op de aarde om zijn Vader, of eigenlijk om God te openbaren, bekend te maken wie God is. En dan maakt hij zichzelf bekend als de Vader. Het is niet de hoogverhevene, de almachtige, de eeuwige. He, zoals vooral ook in het Oude Testament dat soort woorden leest. Nee, de Heer Jezus komt op aarde om zijn Vader te verklaren, uit te leggen wie hij is, wie God is. En dan zegt hij is vooral een vader. Dat valt echt op in het Nieuwe Testament. De Vader is eigenlijk de naam boven alle naam. Zoals Jezus, denk ik, de naam boven alle naam is van de Zoon, is de Vader de naam boven alle naam. En wij mogen, als we geloven in God, als wij zijn kind zijn, mogen we hem aanspreken als Vader. We hebben met kerst nagedacht over de engelen. Nou, de engelen waren knechten van God. Dat is eigenlijk al heel bijzonder als je een knecht of een dienstknecht van God bent. Maar wij mogen een kind van God zijn. Dat is nog veel rijker. Dus eigenlijk zijn we nog belangrijker dan de engelen. Want wij mogen God aanspreken als kind tot de Vader. En de engelen zijn eigenlijk die kunnen God niet aanspreken als Vader. Die zijn knechten van God. Zijn helpers van God. En wij mogen, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een koninginnedag of een koningsdag. Wij mogen op het bordes staan in plaats van achter de dranghekken op afstand. Zo dicht mogen wij bij God zijn. We mogen hem aanroepen, aanspreken als onze Vader. En dat is enkel in genade. Dat we God zo mogen, vertrouwelijk met God mogen omgaan. Als ik persoonlijk naar mijn eigen leven kijk en ik kijk naar mijn gebeden. Ik zeg er aardig wat op, denk ik, per dag. Voor het eten, voor het slapen gaan, met het opstaan. Maar heel vaak betrap ik me erop dat het eigenlijk meer een soort beleefdheidsbezoek is. Je bid met aan tafel. Of het is een zakelijk contact. Er is niet die warmte, dat vertrouwen naar de Vader toe. Dat je hem direct, dat je daar de stilte, de rust voor vindt om hem echt aan te spreken als Vader. Wel, als je persoonlijk stille tijd hebt, is dat wat meer. Maar als je vaak bidt, ook met de kinderen in de klas, bid ik natuurlijk veel. Dan moet ik mezelf nog wel eens op betrappen dat het eigenlijk meer een beleefdheidsbezoek is. Maar zo heeft de Heer Jezus dat natuurlijk nooit bedoeld. Als we hem aanroepen, dan moeten we hem aanroepen in een vertrouwensrelatie. Dat we een innige liefdesverhouding met hem hebben. Met de Vader, met de Almachtige God. En ik denk ook dat we dat als gemeente, als wij hier samenkomen en de voorganger bidt, zijn we er dan echt in onze gedachten dat we hem aanspreken als onze Vader. Of als wij persoonlijk voor de gemeente bidden of met de gebedsavonden. De Heer Jezus die wil hier ons denk mee leren met onze Vader. Dat we hem echt een vertrouwensrelatie opbouwen met God. En dat we zo ook met die vertrouwensrelatie in het leven staan. Nou, hij noemt hem ook onze Vader. Hij zegt niet mijn Vader in de hemel. Nee, onze Vader. Dat vind ik ook heel bijzonder, heel mooi. Het staat eronder. Geloven, dat is inderdaad iets persoonlijks. Maar tegelijk doen we dat niet in ons eentje. Het is onze Vader. En het is een hele bijzondere gedachte dat als wij God aanspreken als Vader, dat we dezelfde Vader aanspreken als de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus hier op aarde was en hij sprak met dezelfde Vader. Het is onze Vader. Het is ook de Vader van de Heer Jezus. Dus we spreken tot onze Vader. En nogmaals, hij is van ons als broers en zussen, hebben we dezelfde Vader.
Maar de Heer Jezus zegt ook, hè, onze Vader, die in de hemelen zijt. Tegelijk is het een heilig, diep respect als je hem aanspreekt. Je mag hem heel vertrouwelijk aanspreken, maar tegelijk is er ook een soort afstand, die in de hemel zijt. Dus we hebben een diep respect, een eerbied, een ontzag voor de almachtige eeuwige God. Dus enerzijds onze Vader, maar anderzijds ook wel, hij is de machtigste persoon op aarde. En dat is ook weer tegelijk een hele mooie gedachte. Als je hier op aarde misschien vastloopt met een bepaalde situatie, je loopt vast en je loopt tegen muren, dan mag je weten als je de Vader aanspreekt, dat je de meest invloedrijke persoon op aarde aanspreekt. Dat je daar direct contact mee hebt. Daar hoef je niet voor te betalen. Als je hier op aarde de meest invloedrijke persoon wil spreken, die de meeste macht heeft, de meeste invloed heeft, dan zou je daarvoor moeten betalen of heel veel moeite voor moeten doen. Maar wij hebben direct, door onze Heer Jezus Christus, direct contact, direct invloed op de meest machtigste persoon. Ook als je kind ziek is, of je kleinkind, als je God aanspreekt, mag je direct tot de beste dokter, tot de beste medicijnmeester spreken. Goed, er zal veel meer over te zeggen zijn, maar dat gaan we nu niet doen. Dit zal ik straks nog uitleggen. Dan, de Heer Jezus, als hij ons dus een gebed aan gaat leren, dan is het opvallend dat hij drie keer, dat de drie beden beginnen met uw. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Het is dus niet, als je je ogen sluit en je gaat bidden, dat het eerst is ik. Wat in onze gebeden nog wel eens zo is, geef mij, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig voor vandaag. Nee, het is uw naam, uw kracht, uw koninkrijk, uw wil. Dat zijn dus ook de prioriteiten van God. Zijn naam, dat die heilig gemaakt wordt. Zijn koninkrijk, zijn wil, dat zijn Gods prioriteiten. En dat wil de Heer Jezus ons hier ook mee leren. Nou, de eerste, wat hij ons wil leren, en ik heb het nogmaals vertaald, een beetje aangepast naar onze gemeente toe. De eerste, wat hij ons wil leren, uw naam wordt geheiligd, heb ik dus vertaald. Laat uw naam voor onze gemeente steeds heiliger en kostbaarder worden. Dat is wat God verlangt ook voor 2016. Dat in onze gemeente, niet dat we maar een beetje voortsudderen en een beetje aanmodderen. Nee, dat we echt groeien ook in toewijding. Groeien in heiligheid. Groeien in aanbidding voor God, de Vader. Dat wij die naam van God, dat is eigenlijk zijn persoon. Dus dat we God zelf steeds heiliger gaan achten. Steeds kostbaarder voor ons wordt. Dat Gods koninkrijk, Gods naam voor ons persoonlijk steeds belangrijker wordt. En dat we, net als Maria eigenlijk. Maria die aan de voeten van Jezus ging zitten. Nou, dat wil God, dat wij aan zijn voeten zitten, dat we het van hem verwachten. Dat hij voor ons steeds belangrijker wordt. Steeds heiliger, steeds kostbaarder. Zijn naam. En dat mag er een streep door de naam van de christengemeente, daar gaat het niet om. Een streep door onze eigen naam, daar gaat het niet om. Nee, dat uw naam steeds heiliger wordt. Steeds kostbaarder wordt. Dat wij steeds minder worden. En zoals Johannes dat zegt, ik mag minder worden, maar hij moet meer worden. Hij moet groeien. Nou, ik hoop dat u dat verlangen ook echt hebt voor 2016. Dat u zegt, ja, dat hoop ik voor mezelf. Dat God steeds belangrijker voor me wordt. Nogmaals, dat je niet stilstaat in je geestelijke groei, maar dat je groeit naar aanbidding. Maar ook voor onze gemeente. Dat is zo mijn verlangen en ik hoop ook uw verlangen dat we als gemeente de naam van God steeds belangrijker wordt. Dat Gods koninkrijk en Gods wil, Gods naam steeds heiliger wordt. Nou, dat is het eerste wat de Heer Jezus ons wil aanleren. Dus uw naam worden geheiligd. En dat de naam van God in onze gemeente steeds heiliger wordt. Nou, het tweede, wat de Heer Jezus ons leert, is dat uw koninkrijk komen. En als we dat bidden, dan bidden wij eigenlijk iets heel bijzonders. Want wat bedoelt Jezus met uw koninkrijk komen? Nou, ik denk twee dingen. Allereerst, heel simpel, heel eenvoudig. Wat is een koninkrijk? Nou, het rijk waar een koning de baas van is. Het rijk waar hij koning is. Dus het koninkrijk van God is het rijk waar Jezus, waar God, de Vader, het voor het zeggen heeft. Waar God op de troon zit.
Nou, dat koninkrijk is er al, maar het is het koninkrijk der hemelen, zegt de Heer Jezus. Het is nog niet zichtbaar op dit moment. En we zien niet dat Jezus ergens in de wereld op een troon zit, dat hij het koninkrijk aan het regeren is. Het is nu nog een onzichtbaar koninkrijk. Matthäus noemt dat het koninkrijk der hemelen. Maar het is er wel. In uw leven, als het goed is, zit hij op de troon. Heeft hij het voor het zeggen? Mag hij het voor het zeggen hebben? Dus dat is het koninkrijk van Jezus, wat nu in de gelovigen is. Waar hij de koning van is, waar hij de baas van is. Wij onderaan de troon, hij op de troon. Dat is als goed is gebeurd in uw leven. Hij heeft plaatsgevonden. Dat je gezegd hebt, uw koninkrijk heeft het voor het zeggen. Maar er zal ook een tijd komen, en dat bidden wij tegelijk ook als we dat koninkrijk, als we zeggen uw koninkrijk komen, dan bidden wij ook om dat zichtbare koninkrijk. Want ik geloof van harte dat er een koninkrijk op aarde komt waar Jezus de koning van wordt. Waar we naar uitzien dat Jezus zichtbaar op aarde zal regeren. En daar bidden wij ook om. Laat dat koninkrijk neerdalen op de aarde. Laat dat koninkrijk komen waar de hele aarde, staat in de Bijbel, vol zal zijn van de kennis van God. Heel Limburg, vol van God. Dat is toch ondenkbaar? Heel Nederland, heel de wereld waar nu zoveel geweld is. Dat het koninkrijk van God zal neerdalen. Dat er een vrederijk zal komen. Een koninkrijk waarin geen geweld meer zal zijn. Geen oorlog meer zal zijn. Waar staat in de Bijbel dat de wapens worden omgesmeed worden tot werktuigen voor op het land. Dat is ondenkbaar. Maar wij bidden dat als we zeggen, uw koninkrijk komen. Nou, als we dat vertalen naar onze gemeente, dan is natuurlijk allereerst dus dat wij persoonlijk, dat God steeds meer zeggenschap in uw leven, steeds meer heerschappij in uw leven krijgt. Dat God steeds meer het voor het zeggen krijgt. Dat bid je dan voor. Hè? Laat uw koninkrijk in onze gemeente uitgebreid worden. En steeds zichtbaarder worden in ons persoonlijk leven als gelovigen. Maar ook bidden we dat voor extern, voor buiten de gemeente. Dat het koninkrijk in Limburg, hier in Rotem, in Meersen, wordt uitgebreid. Dat zien we toch met elkaar naar uit. En dat de nieuwe mensen God mogen gaan vinden. En dat Jezus koning wordt ook in hun leven. We waren niet zo lang geleden met een groepje op een Bijbel, of ik bedoel op een gebedsavond, en toen hebben we het ook tegen elkaar gezegd. Ja, laten we dat echt ook als een doel voor het komende jaar hebben, om voor 10 nieuwe mensen te bidden. Geloof je dat het mogelijk is, dat God de komende jaar, 2016, 10 nieuwe gelovigen zou kunnen schenken? Nou, ik geloof van harte dat het mogelijk is. Als wij dat van God verwachten, met elkaar daarvoor bidden, laat uw koninkrijk ook hier in Zuid-Limburg komen. Laat uw koninkrijk zichtbaar worden, ook hier in onze gemeente. Dat we zien dat God steeds meer zeggenschap krijgt. U geschieden naar uw geloof, zegt Jezus. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Dus laten we daar met elkaar ook echt om smeken, om bidden. Dat de nieuwe Limburgers God zullen gaan vinden. Goed, derde. Wat Jezus zegt is, uw wil geschieden. Thy will be done. Uw wil. En wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, bekering. Als je tot bekering komt, als je tot geloof komt, dan is eigenlijk bekering alleen maar willen wat God wil. Dat je zegt, ja, wat God wil, dat wil ik ook. Wat God verlangt, verlang ik ook. Wat God belangrijk vindt, vind ik ook belangrijk. En ja, dat zeg je eigenlijk met dat gebed. Uw wil geschieden. Wat u wil, dat mag gebeuren. Dat is moeilijk hoor, om dat echt met je hart, met heel je wezen te bidden. Want ik merk, tenminste bij mezelf wel eens, dat die wil van mij botst met Gods wil. Uw wil geschieden. Dat je dat in overgave kan bidden. Voor jouw persoonlijk leven. Voor dat moeilijke wat je in je leven hebt misschien. Wat je denkt van, ja, ik zou het zo graag willen. Maar ja, je weet niet of dat Gods wil is. En daarom bid je met uw wil geschieden. Ja, Vader, laat uw wil gebeuren. En ook gaat het om in de gemeente. We hadden al lang een voorganger willen hebben. We hadden al vorig jaar of 2 jaar geleden een voorgang willen hebben, maar het is nog niet Gods wil geweest. En ook dat geven wij over. Uw wil geschieden.
Dat hebben we ook wel met de sollicitatieprocedures elke keer gehad, dat we het in gebed konden overgeven, in die zoektocht. We geven het over aan hem. Maar dat geldt voor heel veel andere dingen ook. We zouden graag dit willen, we zouden graag dat willen. Maar we bidden, laat uw wil geschieden. We geven het over aan God. En daarom, dat bidden wij ook als we daarvoor bidden, voor onze gemeente. Laat uw wil het belangrijkste zijn. We geven het volledig aan u over. En ik weet dat Theo Visser daar ook een paar weken geleden over gesproken heeft. Dat je in de Bijbel altijd mag zoeken naar wat is Gods wil. Om bekering van mensen, dat is Gods wil. Dat wij een voorganger nog dit jaar krijgen, ik weet het niet, dat weten we niet. Maar we mogen dat echt in geloof en vertrouwen overgeven. Goed, dan als de Heer Jezus dus drie keer gezegd hebt, uw koninkrijk, uw naam, uw wil, dan drie keer ons. Je mag zeker ook bidden voor je persoonlijk leven, voor je persoonlijke verlangens. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden en verlos ons van de boze. En het volgende wat wij mogen bidden als een prioriteit in onze gebeden, wat belangrijk is om voor te bidden, is dat je voorziet wordt in je dagelijkse noden. Daar mag je om vragen. We hebben allemaal onze dagelijkse noden. De een heeft het nodig wijsheid, bijvoorbeeld bij een opvoeding. De ander heeft kracht nodig, die heeft een zwakke gezondheid. Die mag daarom vragen. We mogen dat echt van God verwachten, want hier staat het, voorzie ons. En wat ik vertaal dat, kun je ook in het Grieks vertalen, voorzie ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Voorzie ons van wat we nodig hebben. En niet van een dik belegde boterham, maar dat we een boterham hebben. Daar mogen we om vragen. Maar ik zei al, de een heeft gezondheid nodig. De ander wijsheid bij de opvoeding. De ander kracht. De ander heeft werk nodig, een baan nodig. De ander heeft een fiets nodig. Zo mogen wij daarom vragen. Want we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Eigenlijk voorzie ons van dat wat we nodig hebben. En dat geldt ook voor ons als gemeente, voor dat wat we nodig hebben. Maar we hoeven God niet voor een heel jaar lang, bij wijze van spreken, die garantie te hebben. Nee, voorzie ons heden, dagelijks. Dus we moeten God één dag tegelijk leren vertrouwen. Dat hij ons vandaag zal voorzien. We hoeven nog niet het einde van het jaar, als het ware, dat allemaal al te vertrouwen. Nee, één dag tegelijk vertrouwen. Is het mogelijk om God, de Vader, op één dag tegelijk te vertrouwen? Ja, dat denk ik zeker. En zo mogen wij uitzien. Zoals dat volk, je ziet het op het plaatje, dagelijks manna uit de hemel kreeg. Zo mogen wij ook God dagelijks dat manna uit de hemel verwachten. Ons dagelijks brood. Dan, nadat we gebeden hebben, gevraagd hebben om onze voorziening voor onze dagelijkse dingen, mogen en moeten wij ook vergeving vragen voor onze zonden. Voor onze schulden. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, allereerst is het bijzonder apart dat hij zegt, vergeef ons. Dus niet vergeef mij mijn schuld, vergeef mij mijn zonde. Dat is natuurlijk ook belangrijk om je persoonlijke zonde te belijden. Maar hier staat dus ook, vergeef ons, onze schulden. Ja, ook in een gemeente komt het voor, bij kinderen van God, kinderen van de Vader, dat er schuld kan zijn, dat er zonde kan zijn. Ook als gemeente kunnen wij onze misstappen hebben, onze tekorten, blinde vlekken, onze ongehoorzaamheid misschien, onze beperktheden. En daar is het ook voor belangrijk dat we daarvoor schuld belijden. En want we zijn met elkaar één gemeente en God heeft het verlangen dat we een gemeente zijn naar Gods hart. Maar ook daarin schieten we enorm tekort, denk ik, als gemeente. En we doen ons best, om het zo maar te zeggen, maar toch hebben we onze schulden, onze tekorten. En daar moeten we ook eerlijk in zijn. En daarom, Vader, vergeef de zonde, onze tekorten, onze ongehoorzaamheid. Als we mensen in onze gemeente misschien links laten liggen, als we niet willen spreken liever. Of als we mensen weten dat er een bepaalde nood is, maar dat zegt Jacobus, we lopen eromheen als het ware. En we kijken er niet naar. Vergeef ons onze schulden. En eigenlijk met dit gebed bidden wij, maak ons puur, maak ons rein als gemeente, maak ons schoon. En geef dat we een gemeente zijn, zoals dat ook dat lied zegt, bewaar ons Heer, dat onberispelijk rein onze leven blijkt te zijn als hij terugkomt in 2016. Dat we ook als gemeente de geest niet zullen bedroeven, de werking van Gods geest.
En want Gods geest wil graag werken. Maar we kunnen de geest uitblussen met zonden. En daarom is het belangrijk dat we daar ook echt voor bidden. Vader, vergeef ons. En nogmaals, dit is natuurlijk niet even nu aan het begin van het jaar, één dag, dat we dit gebed gaan bidden, maar dat gaan we nu dit jaar bidden voor onze gemeente. Regelmatig, Vader, vergeef de zonde. Laat het zien waar we tekort zitten, waar we blokkades zitten. Goed, maar dat geldt natuurlijk ook voor jou persoonlijk. Hè? Dat heb ik ook al gezegd. Past het nu toe op de gemeente, maar het geldt ook voor je persoonlijk. Dat je misschien zelf persoonlijk een blokkade kan zijn in de gemeente. Dat Gods geest niet kan werken. Nou, dat wil je toch niet. En daarom, Vader, vergeef ons, maak ons rein, maak ons puur. En geef dat we geen blokkade zijn. Wat trouwens heel bijzonder is, wat ik pas hoorde, dat wij ook gereinigd kunnen worden. In de islam, daar geloven ze wel dat Allah kan vergeven. Hè, dat hij de zonde kan bedekken. Maar het kan niet reinigen. Nou, wij mogen weten, en daarom ook dat plaatje, dat onze zonden gereinigd kunnen worden. Dat God er niet meer naar omziet, dat hij het niet meer kan vinden. Want hij heeft het gereinigd. Het is weg, compleet weg. Dus niet alleen bedekt of vergeven, maar het is weg. Wat een bijzondere Vader hebben we, dat God dat wil doen. Dan, nadat hij... dat we dit gevraagd hebben, Vader, vergeef ons onze zonden, dan staat er, verlos ons van de boze. En daar heb ik wat naar zitten kijken, van verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Ook als gemeente kunnen wij in situaties komen, of als gemeenteleden, dat we afdwalen. En we bidden eigenlijk met dit gebed. Vader, houd ons vast. We hebben ook in 2015 mensen zien afdwalen. Of 2014. Mensen die de gemeente zijn kwijtgeraakt. Die als een schaap dwalen. En daarom is het zo belangrijk dat we daar ook als gemeente, als kudde, voor bidden. Houd ons vast. Laat uw schaap niet afdwalen. Leid ons niet in situaties, in verzoekingen. Leid onze gemeenteleden, we zijn allemaal verantwoordelijk ook voor elkaar. Laat het schaap niet verloren gaan, niet wegdrijven, niet weglopen, dat het van de kudde afdwaalt. En daarom laten we dat ook echt bidden, dat God ons vasthoudt, komende jaar, 2016, dat niemand van ons, niemand van de gemeenteleden zal afdwalen, of het zicht op Christus kwijt zal raken. En daarom leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de laatste. De laatste wat God heel belangrijk vindt, dat we daarvoor bidden. Want al deze gebeden zijn allemaal belangrijk, anders zou Jezus dat ons niet hebben aangeleerd. Het laatste wat Jezus zegt is dat we verlost moeten worden van de boze. En dat woordje boze, dat in het Grieks kan je op verschillende manieren uitleggen. De katholieken die bidden niet verlos ons van de boze, maar verlos ons van het kwade. Dat kun je inderdaad ook zo uitleggen vanuit het Grieks. Verlos ons van het kwade. Of verlos ons van de boze, van de vijand, van Satan. Als je zegt, verlos ons van het kwade, dan is dat meer, verlos ons van de slechte dingen. Van het kwade wat in de wereld is, dat wij persoonlijk niet daar meer last van hebben. Van het kwade, van de slechte vruchten, zou je kunnen zeggen. De vruchten van het vlees, van het eigen ik. Dus als we bidden om verlos ons van de boze, dan bidden we eigenlijk dat de Satan geen kans krijgt in onze gemeente om aan te vallen. En dat zal hij ongetwijfeld ook weer gaan doen in 2016. Satan zal ook in 2016 de eenheid proberen te aan te vallen, ook binnen de gemeente. Daar ben je van overtuigd, want Satan, dat is Satans werk om tweedracht te zaaien. En dat zal hij ook in 2016 gaan proberen. Maar wij bidden om de bescherming van de boze. Verlos ons ervan, van de boze, dat er geen tweedracht zal zijn. Daar hebben we bidders voor nodig. Hebben we met elkaar, en dat zeg ik net zo goed tegen mezelf, verlos ons hiervan. Maar ook van de slechte vruchten, van het kwade, van het eigen ik. Want ook in de gemeente gaat het eigen ik mee. En dat heeft ook graag aandacht. En dat wil ook graag, ja, zijn zegje doen. Het eigen ik zit overal tussen. Dat merk ik tenminste bij mezelf ook. En daarom daarvoor bidden wij ook om, verlos ons van dat eigen ik. Verlos ons. Dat we op de ander gericht zijn.
en dat we op God gericht zijn. Nou, dit zijn eigenlijk 7 dingen dat de Heer Jezus zegt, dat is belangrijk voor als je gaat bidden. En ik heb het toegepast op de gemeente. Jullie krijgen ook nog van mij, en dat staat ook in het gemeentenieuws, de komende zondag wordt het uitgereikt, dit gebed om ook mee te nemen naar huis en stoppen tussen de Bijbel. En als je aan de gemeente denkt, dan zou je dit kunnen gebruiken, nogmaals niet als een dingetje om af te ratelen, maar echt te smeken, God te vragen, dat Gods naam heilig wordt in onze gemeente, steeds heiliger wordt, dat zijn koninkrijk uitgebreid wordt binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Dat zijn wil zal worden gedaan. Laat zijn wil gebeuren. En dat hij ons zal voorzien. De gemeenteleden zal voorzien van noden. Waar je van weet, ja, dat heeft die of die nodig. Dat we vergeving vragen. Ook voor alle tekorten. Want ook wij hebben schuld en hebben zonde. Dagelijks. Dat God de gemeenteleden vasthoudt. Dat God ze allemaal vasthoudt. Dat er geen eentje, al is het maar 1, maar we bidden dat God zijn gemeente vasthoudt en dat hij ons verlost van allerlei slechte vruchten, van het eigen ik en van de kwade machten. Nou, ik vind persoonlijk weer opnieuw met nieuwe ogen naar dat gebed gekeken en ik heb gezien hoe ongelooflijk bijzonder dat Jezus deze 7 dingen heeft uitgekozen. Dat hij dit zo belangrijk vindt voor je persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente, voor andere mensen. Maar ja, je kunt tegelijkertijd denken bij jezelf dat ook dat bidden voor de gemeente, dat kan ik niet. Dat hou ik even vol misschien tot 2 januari, maar dan vergeet ik dat weer. En dat is ook zo. We hebben zo de kracht van de Heilige Geest nodig om ook te volharden. Om ook volhardend te bidden voor iets. En zonder de Geest zijn we echt helemaal niets. En dat spreek ik misschien makkelijk uit, maar dat is zo'n diepe waarheid. Dat de Heilige Geest ons zo moet bekrachtigen, moet vervullen, want anders houden we het niet vol. En daarom vind ik het ook heel bijzonder dat de Heer Jezus, nadat hij dit gebed aangeleerd heeft, dat hij zegt, als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven? De Hemelse Vader, dat is Gods verlangen, dat hij de Heilige Geest wil geven. Ook voor het jaar wat voor ons ligt, de Heilige Geest. Zodat we de Heilige Geest krijgen en dat we volhardend zullen bidden. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die erom vragen. Laten wij echt schouder aan schouder gaan staan, ook dit komende jaar. Laten we niet afdwalen, laten we vol verwachting uitkijken ook naar 2016. En we bidden en we smeken ook dat God een voorganger zal geven in het jaar 2016. En niet dat hij, bij wijze van spreken, dat alles anders zal gaan, denk ik. En dat hij het wiel overal vooruit zal vinden en dat hij allemaal hele bijzondere dingen zal gaan doen. Want de Geest, die moet het doen. De Heilige Geest, mensen, die hebben we nodig voor 2016. Die zal wonderen kunnen doen. En daar mogen we met verwachting naar uitzien. En die wordt hier beloofd, de Heilige Geest zal hij je geven als wij erom vragen. Daar hebben wij spreken geen voorganger voor nodig. Daar hebben we de Heilige Geest, ja, krijgen we van God. Maar laten we echt met verwachting uitzien. Ik persoonlijk, misschien komt het door mijn karakter dat ik wat optimistisch ben. Maar ik zie niet met heel veel angst, met heel veel zorg 2016 tegemoet. Maar ik zie vol verwachting uit naar wat God gaat doen. We hebben in 2015 heb ik wonderen zien gebeuren in mijn kleine kringetje waarin ik me begeef. Maar ik geloof echt dat God nog meer kan geven. In 2016. En we mogen vol verwachting, ook als gemeente, uitzien naar rijke zegeningen. Naar een bijzonder 2016. Amen. Laten we dit gebed Onze Vader ook met elkaar nog zingen. Het staat ook in het liedboek 134. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. En ja, dan kunnen we het in onze gedachten mee bidden. Ook voor de gemeente.
Goed, zullen we ook nog danken en bidden. Onze Vader die in de hemel woont, u bent het, die de Heer Jezus hebt geopenbaard, de Heer Jezus hebt gestuurd naar deze wereld om uw wil bekend te maken. En wij danken u daarvoor dat we ook vanmorgen de wil van u hebben gehoord, ook voor onze gemeente voor het komende jaar. Heer, u zoekt mensen die in de bres staan, in de gaten die zijn geslagen in de muren, om in die bres, in dat gat te gaan staan, om te gaan bidden, ook voor de gemeente. En Heer, we hebben het in de prediking ook gezegd, zonder uw Heilige Geest zijn we helemaal niets. Dan kunnen we misschien wel veel in eigen kracht doen, maar zonder uw Heilige Geest zullen we als gemeente niet groeien. En zullen we als gemeente niet groeien in diepte, in meer kennis van u, maar ook niet in, ja, in getal dat er meer mensen bij komen. O Heilige Geest van God, en daarom smeken wij u aan het begin van het jaar. Wilt u dit jaar ons verrassen met uw werking, met de werking van uw Heilige Geest, zoals we dat ook in de Bijbelstudies uit het Bijbelboek Handelingen zien. Dat er wonderen en tekenen gebeuren door uw krachtige hand. Heer, in eigen kracht is er niets te verwachten. Ook van een voorganger is er niets te verwachten. Maar uw Heilige Geest alleen zal die wonderen kunnen doen. En daar zien we ook met elkaar naar uit. Daar bidden wij ook om. Heer, we bidden dat u ons vasthoudt. Allemaal zoals we hier zijn, maar ook de mensen die thuis zijn. Heer, laat er niemand van de kudde afdwalen. Heer, breng ook de schapen die verloren zijn gegaan in de loop der jaren. Breng ze terug naar deze gemeente of naar een andere gemeente. Heer, dat ze u mogen zoeken, u mogen vinden. Heer, wij vragen ook uw zegen voor ja, de vele dingen die in deze wereld gebeuren. Heer, wilt u de vluchtelingenstroom, die maar telkens door blijft gaan, wilt u hem stoppen? Wilt u geven dat er oorlog voorbij zal gaan, ook in Syrië? Tegelijk weten wij dat er nooit vrede zal komen, tenzij dat de vredevorst, de Heer Jezus, terug zal komen. Maar we bidden toch tegelijk ook dat uw koninkrijk zal komen. Dat uw koninkrijk in deze wereld zal komen. Oh, wat zien we daar naar uit? Dat er overal in de hele wereld de knie zich zal buigen voor u, de vredevorst. Heere God, wij vragen uw zegen ook voor mensen in onze gemeente die dagelijkse noden hebben. Mensen die ja, wijsheid nodig hebben bij opvoeding, kracht nodig hebben in wat betreft hun gezondheid. Heere, wij bidden u ook voor degene onder ons die verlangen naar een man of naar een vriend. Dat ook een dagelijkse nood kan zijn of naar een vriendin. Heere God, wilt u geven dat ook in 2016, ook in dit opzicht, dat we ook in dit opzicht mogen zien dat u voorziet. Heer, wij vragen ook uw zegen voor de kinderen nogmaals. Wilt u ze ook vasthouden? Ook de kinderen die niet meer naar deze gemeente komen. Heere God, u kan ze bereiken met uw Heilige Geest. Heere, geef dat we ook in 2016 mogen zien dat er in dat opzicht wonderen gaan gebeuren. Heere, zo zien we met verwachting uit naar u, wat u kan doen, want van u is het koninkrijk. Van u is de kracht en van u is de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan tenslotte zingen 137. En we bidden vaak, of we zeggen vaak, de zegen van God. Maar eigenlijk betekent de zegen ook de kracht. Dat we met kracht begiftigd worden. Nou, 137 gaat er ook over. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Dus dat we bidden we om de kracht, dat we met kracht begiftigd worden door God. Zullen we dat ook staande doen, 137.
Ik zal ook de zegen nog meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Ik denk dat er nog koffie is.